is dus allemaal gewoon inderdaad onrecht wat mij is aangedaan. Dit had me bespaard kunnen zijn. Zelf schrijft van ze hadden geen schijn van kans, deze ouders. Schrijft het kabinet. Ja. Omdat wij als overheid ze te pakken wilden nemen. Ja, maar daar is ook nog iets in die reactie. Want op de informatievoorziening, daar probeert het kabinet een aantal dingen te doen. Nog onvoldoende. Maar daar zetten ze een aantal belangrijke stappen, zoals een informatiecommissaris, dat ze informatie gaan opslaan. Ik zal toevoegen, misschien moeten ze ook wat informatie maken. Want als de premier nooit opschrijft wat er gebeurt, dan hoeft er ook niks opgeslagen te worden. Geen notulist, heb je geen notulen. Nee, maar dat is wel heel ernstig in een ding. Maar over... tweede stap is hoe die samenleving en die rechtsbescherming van burgers beter wordt. Precies. Hoe wij in de Kamer betere wetten maken, minder spoeddebatten, minder waan van de dag. Hoe in de media, sorry dat ik je even aankijk, Rick, hoe kan het dat 10 jaar lang media en maatschappelijk middenveld, die we toch zo hoog hebben staan, dit volledig gemist heeft? Je mag me zeker aankijken, want de journalistiek is heel veel sterker laten vallen. En ik kan je verzekeren, ik heb de NOS 1,5 jaar geleden alles uitgelegd, 1,5 uur lang. En ik had 1 voorwaarde bij dat gesprek. Je zet het hele gesprek online. Je mag me elke vraag stellen. En dus kwam ook de vraag, wat vindt hij van Rutte? Ik zei, Rutte zijn verantwoordelijk. Dat is het enige fragment wat ze online gezet hebben. Ik zei, maar ik heb het hele verhaal. Interesseerde ze niet. Sorry, maar op deze manier moet de media ook in de spiegel gaan kijken. Wij als Kamer zullen dat proces in moeten. Ik denk dat het misschien iets makkelijker is het vlak na de verkiezingen te doen dan vlak voor de verkiezingen, want dat wordt een bak jij bakken van heb ik jou daar. Maar waarom gaan wij die wetten niet maar artikelsgewijs behandelen? Die boetebepaling in de wet is essentieel. Die hardheidsclausule is essentieel. Pieter, meneer Omtzigt, en dan de rechterlijke macht. Nou, die is begonnen in de spiegel te kijken. Maar een rechterlijke macht die zegt, die uitspraak van de Raad van State, die zegt, wij hebben in publicaties gezien dat het misgaat. Ik ben van mijn stoel gevallen. Ja. Ze moeten dat niet in publicaties lezen. Ja. Ze moeten het dossier en de persoon die voor de rechter staat, die daar in het bestuursrecht staat, dan moeten ze het dossier lezen. Dat hebben ze dus niet gedaan. Nou, en dus is er in onze staat heel veel meer mis. Moeten we iets minder naar Polen en Malta kijken en iets minder naar onze eigen rechtsstaat. Mijn volgende blokje.